Els Struiving. Ik zit hier namens de werkgroep die de enquête tool heeft voorbereid. En dat zijn, ik zal even mijn screen sharen. Even zien hoor, kijken of dat lukt. Zien jullie het scherm? Ja, hè, denk ja, ik. Ja, oké. Okay. Nou, de werkgroep bestaat uit Rianne. Nou, die hebben jullie net al overvloedig gehoord. Tineke, die zit hier natuurlijk ook bij ons. En Marjolein Tillema en ikzelf. En wij zijn alle vier van actieve bewonersclubs. En hebben ook deels al ervaring zelf met enquêtes. Even kijken naar de volgende. Nou, wat was eigenlijk de aanleiding? Wij hebben gemerkt dat er ontzettend veel initiatieven zijn die willen weten wat er in hun wijk speelt. Want veel initiatieven zijn toch heel klein en die zijn heel vrolijk bezig met allerlei plannen. En er komt een moment waarop je wil weten van hoeveel draagvlak kan ik voor die plannen krijgen? Wat vinden de mensen er eigenlijk van? Dus een heleboel mensen hebben of via hogescholen of zelf iets geknutseld. Hebben al enquêtes gehouden. En wij hebben mag ik gezegd, jou nog heel even onderbreken, hè? Zou je hem in de presentatiemodus kunnen zetten? Dan kunnen we het beter lezen. Ja. Dat is zo, hè? Zo is het beter? Nee, we zien nog steeds de linkse dia, zien wij ook nog in beeld. Dia-voorstelling. Ja, zo is het prima. Ja, ja? Top, okay. Dankjewel. Okay. Nou, onder andere in Apeldoorn, bij Marjolein, is er een enquête geweest. Wij hebben in Groningen, in Paddepoel, zelf een uitgebreide enquête gehouden. En dat valt nog niet mee om zoiets te maken. En wat ook een dingetje is, en dat hebben we heel uitvoerig uitgezocht, is hoe zit het nou eigenlijk met die privacy en die data en die AVG. Nou, we hebben iedereen gevraagd van stuur je enquêtes op. En daaruit hebben wij een aantal basisregels gehaald. Die heb ik hier gezet. Als jullie straks belangstelling hebben en zo'n enquête opvragen bij Anne Roos, dan komt daar ook een handleiding bij van ons en daar staat dit ook nog eens een keertje allemaal in. Maar in ieder geval, een van de dingen die we tegenkwamen is, wat mensen nog wel eens vergeten is, dat ze moeten zeggen wat het doel van de enquête is. Dat heeft ook een AVG-aspect. En vertel even wat over je initiatief. En maak hem niet te lang. Wij hadden bijvoorbeeld zelf een enquête. Die duurde wel 20, 25 minuten om in te vullen. Dat is echt wel op het randje. Zeg maar over het randje zou je kunnen zeggen. En als je een hele grote buurt hebt. En je hebt bijvoorbeeld 100, 200 mensen die enquête invullen. Dan wil je ook zorgen dat je niet allemaal essay-vragen hebt. En allemaal antwoorden die je dan nog moet analyseren. Dus dat is iets om op te letten. En er is geen one size that fits all. Dus wat wij hebben gedaan is 3 model-enquêtes gemaakt. 3 voorbeelden. We hebben een handreiking geschreven. Hoe kun je het opzetten? En we hebben dat AVG-verhaal gedaan. En er is nog 1 aspect waar we wel over gesproken hebben, maar nog niet uitgevoerd. Dat komt mogelijkerwijs op een later moment. We hebben gezegd van, wij willen deze enquêtes aan warmte-initiatieven gratis ter beschikking stellen. Dus iedereen mag hem gebruiken, mag hem ook aanpassen aan zijn eigen doel. Hè, dus vragen wat veranderen, tekstjes erin zetten. En het zou wel heel interessant zijn, denken wij, om op een later moment te kunnen zeggen van, hey, we hebben door het hele land hebben warmte-initiatieven onderzoeken gedaan. En misschien kunnen we die data anonimiseren en voor een landelijk overzicht gebruiken. Maar dat is iets wat we wel, waar we nog over aan het nadenken zijn. En dat
misschien in een, ooit in een tweede stap komt. Even kijken, dus wat hebben we gemaakt? We hebben, ik kan het zelf niet goed zien, wacht even hoor. Want bij mij valt het blokje weg met de fase. Maar we hebben in ieder geval drie modellen gemaakt, drie enquêtes uitgeschreven. Eentje voor beginnende initiatieven. Dat zou je ook een nulmeting kunnen noemen. Van, we hebben een idee en wat vindt de buurt? De tweede peiling, passend bij de fase in een buurtwarmteproces, is voor initiatieven die al wat verder zijn en die echt al richting een oplossing gaan. Hè, dus die zeggen van, nou, wij willen graag, weet ik veel, biovergisting gebruiken. Wij willen weten wat voor huizen, wat voor types woningen, wat de bewonerswensen zijn. En ook misschien wel een idee krijgen over, we hebben drie opties, vier opties. Wat zou het bij de mensen het beste doen? En peiling drie is, voor de initiatieven die echt al richting warmte gaan, zou ik willen zeggen. En dat is voor de gevorderden. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben alle enquêtes hebben een beetje dezelfde opbouw, dus alle drie. En zijn eigenlijk in blokken gezet, zeg maar, rubriekjes kun je zeggen. Bij enquête 1 ligt ook, bij die nulmeting, zeg maar, ligt ook nog iets meer de nadruk op de wijk zelf. Dus met ook vragen als hoe belangrijk is duurzaamheid? Wat voor waarden hebben de mensen in de wijk? Gedeelde waarden, wat is de sociale cohesie? Dus echt zeg maar dat beeld krijgen van de wijk. En ook wat bij alle enquêtes gelijk is, is dat, dat je aan het eind kunt vragen, en wij hebben daar zelf ook veel goede ervaringen mee, is dat je mensen kunt vragen om gegevens in te vullen en ook te zeggen of ze op de hoogte willen blijven. Want zo kun je ook gewoon met zo'n enquête al mensen in contact komen met mensen die jou daarvoor nog niet kenden. Even kijken. Nou, dan het verhaal van de representativiteit en de respondentenwerving. We hebben ook Marjolein heeft dat gedaan. Die heeft gekeken welke tools zou je het beste kunnen gebruiken. In Paddenpoel hebben wij SurveyMonkey gebruikt. Je kunt ook de vragen, die staan in een Excel-lijst, in Google Forms zetten. En dan kun je even afhankelijk van hoeveel geld je hebt, hoeveel budget, hoeveel mensen, kun je dat eigenlijk zo uitgebreid maken als je zelf wilt. In ons geval hadden we twee mensen uit het team. Die zijn huis aan huis gaan enquêteren. Je kunt sommige initiatieven werken samen met studenten. Die kunnen bij de huizen langs gaan. Je kunt het op een website zetten. Dus je hebt eigenlijk heel veel mogelijkheden. En wat heel belangrijk is, want daarom doe je het natuurlijk ook, is je hebt zorg dat je echt zoveel mogelijk mensen van buiten je warme netwerk krijgt. Nou, hoe doe je dat? Breed verspreiden, kanalen gebruiken die je daarvoor nog niet gebruikte. Je kunt een beloning uitloven, een borrelpakket of een reep chocola of dus een attentie geven kan ook bij sommige mensen een handje helpen. En wat ook heel goed werkt,
wat wij in Paddepoel ook hebben gedaan, is dat we vooraf, voor de enquête, een workshop hebben gegeven met alle stakeholders. En ook een deel van de vragen toen hebben uitgeformuleerd. En na afloop van de enquête ook weer even een momentje ervan maken met samen met bewoners. Van dit vonden jullie en dit is er gebeurd en dit vonden mensen belangrijk. Dus dan krijgt het ook een, dan krijgt het eigenlijk meer gewicht en betekenis, zo'n enquête. Dus dat is echt wel aan te raden. Even kijken, hoe zitten we in de tijd? Die AVG, we hebben contact gehad met iemand van TNO, die heeft hiermee geholpen met wat is nou beslist nodig om te doen wat betreft de privacy. Nou, je moet dus ergens opschrijven wie de data verzamelt, waarvoor en hoe ze worden opgeslagen. Dat moet ergens staan. En er moet een toestemmingsverklaring zijn. Dus de deelnemer die moet zich kunnen terugtrekken uit het onderzoek. En die moet dat aanvinken. En wat de handigste manier daarvoor is, is dat je een linkje in het online formulier zet en dat mensen die link aanklikken. Dat is ver, dan heb je aan de regels voldaan, maar dan heb je dan kost het mensen niet heel erg veel tijd. Even kijken. Als er vragen zijn, ik weet het niet, maar Marjolein zou de chat bijhouden. Als er vragen zijn, dan kunnen die gaan we daarna afloop nog even op in. We hadden in onze groep ook discussie natuurlijk. Die discussie ging, we hebben het maar even hoofdbreinvragen genoemd. Die ging over wat ga je allemaal vragen? En hoewel er zit in alle enquêtes een blokje persoonlijke gegevens. Die kunnen mensen invullen. Een leeftijdscategorie kan bijvoorbeeld heel interessant zijn om te weten of iemand van 20 iets anders vindt dan iemand van 60 over warmte. En wij hebben gezegd eigenlijk, ja, de vraag naar inkomen kan je ook stellen. Maar dat is toch wel heel erg privé. En mensen reageren daar soms negatief op. En vandaar de suggestie om, hou die er maar uit, die vraag. Je mag het natuurlijk altijd zelf weten, maar je kunt ook op andere manieren kun je dat aan die informatie komen. Dan nog hadden we in de enquête zit een opsomming van bronnen. Ook om te kijken van wat zijn de beste scenario's. En toen kwamen wij in de discussie erop uit dat als jij waterstof in één adem noemt met zonnepanelen, warmtepompen enzovoorts, dan suggereer je eigenlijk dat waterstof op dezelfde hoogte staat. En ook dat is niet, dat helpt je niet uiteindelijk. Nou, en dan de laatste kwestie, die is denk ik heel belangrijk als het over warmte gaat en over warmtenetten en wat heel erg speelt en waar bewonersinitiatieven een groot voordeel kunnen hebben is dat mensen hen vertrouwen. Dus dat ze, dat ze een goede positie in de wijk of in de buurt hebben. Dat mensen denken van hey, zij zullen ons geen oor aan naaien of met hoge tarieven opzagen. Tegelijkertijd zijn mensen ook wel soms angstig over, ja, kan die bewonersclub dit wel? Kan die deze warmte net wel aanleggen of warmtecoöperatie vormen? En je wilt eigenlijk als initiatief, ben je daar wel benieuwd naar. Wat wij zeggen is, vraag dat niet heel rechtstreeks in die enquête. Zo van, vertrouwt u ons wel? Maar hou dat voor je één op één gesprek en vraag er een beetje omheen. En, maar niet rechtstreeks in de enquête.
Even kijken. Nou, wat is een enquête? Wat is, tenminste, onze enquête, zoals wij deze nu ontwikkeld hebben, is eigenlijk meer een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort marktonderzoek of een peiling, een stemming, voor een peiling van de stemming in de wijk. En het is niet, een representatieve steekproef in die zin dat je zegt van we hebben dit projectgebied en daar wonen zoveel mensen, dus dan moeten we dat percentage mensen in die leeftijdscategorieën enzovoorts bevraagd hebben. Dat is het niet. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is deze enquête niet. Maar wat het wel is, is dat die enquête een idee geeft van hoe staat het erbij in de wijk. Wat is de stemming? En je kunt ook hiermee je initiatief bekend of nog bekender maken. Want het is een heel mooi instrument ook daarvoor, omdat je eigenlijk ook dingen over jezelf vertelt. En de laatste vind ik zelf ook nog wel belangrijk. Je ziet vaak dat, dat initiatieven hele enthousiaste mensen zijn. Soms kan je ook bezig zijn met je eigen plan en je eigen project, dat je daar ook een beetje, nou, ik wil het woord tunnelvisie is overdreven, maar dat je er zelf in ieder geval wel erg van overtuigd bent. En een enquête, die trekt je ook weer even naar de realiteit als het goed is. En die laat ook zien van, hier en daar moeten we nog meer vertellen. Hier en daar moeten we misschien wat meer openlaten enzovoorts. Dus het kan ontzettend de blik verbreden. En het kan je heel veel richting geven. Het sluit mooi aan bij een vraag die Manuel in de chat heeft gezet. Hij is nieuwsgierig naar wat wij zijn tegengekomen bij de reeds verrichte enquêtes. En wat kon er op basis van de uitkomsten aan volgende stappen gezet worden? En wat waren de uitkomsten van die enquêtes? Ja, ja. Nou, ik kan uit onze eigen praktijk een klein dingetje noemen. Wij hadden gevraagd, wie kan volgens u het best een warmtenet uitvoeren? En toen gaven verschillende mensen de gemeente aan. Dus niet de warmtecoöperatie van bewoners was favoriet, maar de gemeente werd ook vaak genoemd. En wie helemaal geen stem kreeg, was een warmtebedrijf. Dus een commercieel warmtebedrijf. Dus die kregen opvallend weinig stemmen. Dat was voor ons interessant. En een ander ding wat bij ons naar voren kwam, en daar had ik eerlijk gezegd zelf niet zo op gerekend, is dat veel mensen niet wisten wat een warmtenet is. Dus bijna 40% wist niet wat een warmtenet is. Dus dat waren dingen. Ik weet niet, Marjolein, bij jullie zelf hebben natuurlijk ook een enquête gedaan. Ik weet niet of wat bij jullie uitkwam. Ja, we hebben met onze groep niet alle enquêtes die zijn ingestuurd. We hebben wel de enquêtes bekeken, maar we hebben niet de resultaten van die enquêtes opgevraagd. En die hebben we ook niet geanalyseerd. Dus wij kunnen geen goed beeld geven wat alle verschillende initiatieven die een enquête hebben opgestuurd gedaan hebben. En welke resultaten daaruit kwamen. Dat is wel iets wat we in de toekomst nog zouden willen gaan doen. Om ook een landelijke actie te krijgen. Ja. Dan is er nog een vraag in de chat. Hoeveel respons kregen jullie? De respons hangt volgens mij ook af van hoe je hem neerzet. Als je huis aan huis gaat met een groep mensen om te enquêteren, heb je meer respons dan als je alleen maar hier en daar een flyer neerlegt. Of dat je hem alleen maar een link op Facebook post, bij wijze van spreken. Maar de respons is wel belangrijk natuurlijk om mee te nemen in je analyse van de resultaten. Hè? Hoe meer respons, hoe beter beeld je krijgt. Ja, dus je kunt zelf ontzettend veel doen aan de respons, inderdaad. En ook, ook zo'n sessie vooraf bijvoorbeeld, wat wij dus hebben gedaan, dat schept al een beetje een hoe heet het,
verwachting van, oh ja, we gaan straks aan de slag, we gaan het straks vragen, we gaan straks antwoorden krijgen, we gaan straks horen hoe en wat. Dus je kunt dat zelf met flankerende communicatie, zeg maar, dus echt, echt verbeteren. Er is nog een vraag van Hanneke. Is er ook een beeld van de inzet of het aantal uren dat je kwijt bent voor een representatieve enquête op wijkniveau? Moeilijke vraag. Kun je daar iets over zeggen? Heel veel tijd. Tenminste, een representatieve... Ja. Ik zou even moeten terugkijken. Ik vind het lastig. Wij hebben in Paddenpoel gewerkt met een communicatiebureau. Dus die heeft een groot deel van het werk gedaan. Maar die is daarvoor betaald. Dus niet iedereen heeft dat budget om dat te doen. Ik zou zelf bijvoorbeeld... dus wij hadden ook heel veel tijd omdat we die hele enquête van nul naar hoe wij hem wilden hebben, helemaal nog moesten maken. We hebben nu natuurlijk een aantal enquêtes als voorbeelden. Precies. Zodat je al een basis hebt. Hè? En dan kun je, als je weinig tijd hebt, kun je gewoon die vragen overnemen en alleen de informatie over je initiatief toevoegen. Ja. Dan heb je al best wel een aardige enquête, denken wij. Ja. En ja. Je kunt natuurlijk vrijwilligers en studenten. Wij hebben zelf hier in Apeldoorn studenten ingezet die een onderzoeksopdracht hadden vanuit de hogeschool. Arnhem-Nijmegen hebben zij ook heel veel werk verricht voor ons. Ja. En wat ik altijd zelf heb gezien is het verschil. Het is heel goed om inderdaad studenten te gebruiken. Maar wat een beetje lastig kan zijn, niet hoeft te zijn, maar kan zijn, is dat wat de studenten doen... Het is wel mooi als je de studenten zelf opdracht kunt geven en ook zelf stuurt. Want een hogeschool of een universiteit, die heeft gewoon een onderzoeksdoel. Dus die heeft niet per se... Die wil bepaalde dingen weten en bepaalde dingen onderzoeken. En die gaat daar het onderzoek op zetten. Terwijl wat wij willen weten is eigenlijk... Nou juist eigenlijk meer een soort van marktonderzoek. Wij hebben een product en we willen kijken hoe dat ligt en hoe daar tegen aangekeken wordt. Dus studenten ja. En samenwerken met universiteiten, nou ja, natuurlijk. Alleen dat is wel iets om op te letten, zou ik zelf zeggen. Ik heb nog een goede tip daarvoor ook, want wij hebben die enquête in Google Forms gezet, maar wij zijn huis aan huis gegaan om mensen te vragen om dat in te vullen. En we hebben niet die studenten in hun eentje huis aan huis laten lopen, want ja, dan staat er ook weer zo'n jonge man of jonge dame voor je deur en dan denk je, wat moet die en wil die wat verkopen? Dus wat wij gedaan hebben, we hebben koppeltjes gemaakt van één student met één buurtbewoner en die zijn samen aan gaan bellen. En die buurtbewoner, ja, die kent heel veel mensen, die kent zijn buren, de straat. En die zegt, ja, ik ben uit de buurt en wij zijn aan het enquêteren, want wij willen iets met warmte doen. Dus dat gaf al heel veel vertrouwen en daardoor ging de respons ook omhoog. Dus dat zijn hele kleine trucs die je kunt benutten om te zorgen dat je meerwaarde krijgt uit het enquêteren. En wat wij hebben ook in Paddenpoel hadden we dan twee mensen van het team, maar één is ook een wijkbewoner. En heel veel mensen kennen hem ook. Je ziet hem op de foto rechts, Adrie. En wat eigenlijk nog extra uit die gesprekken kwam, was dat mensen het allemaal wel een beetje eng vonden en een beetje spannend. En dat is iets van als je zelf al heel lang ermee bezig bent en ook meer kennis erover hebt, dan raak je dat een beetje kwijt, dat gevoel. Van dat het ook wel een grote stap is voor mensen. Dus gezien de tijd, Els. Ja. We zijn al over onze tijd heen, zie ik. Moeten wij naar de breakout rooms? Ja, nou dan ga ik naar de volgende slide. Want dat is de breakout room slide. Dankjewel. Weet het bij jou nooit? Sorry? Hè? We hebben
drie kamers. En wij zijn gastvrouw, Marjolein, Tineke en ik zijn gastvrouw van die drie kamers. Wil iemand even nog zijn geluid uitzetten? Er is iemand die er doorheen komt. Door dingen doorheen. Oké. Dus je kunt kiezen voor een nog even doorpraten, meer in detail over jullie plannen, jullie aanpak, in een van de drie kamers. En als je beginnend initiatief, kamer 1, 2, 3. Dus maak een keuze van de fase waar je in zit en het gesprek dat je wilt. Ja, oké, dan ga ik de kamers openzetten, dus dan kunnen jullie zelf kiezen. De federatie vroeg van, hoe gaan we ermee om als er al een plan ligt? En, of als er al een idee, richting bekend is eigenlijk? Of er ligt al een warmteoplossing, is al in de maak. Hebben we helaas niet heel hard, zijn we niet heel veel op ingegaan. Maar dat komt denk ik hier nog wel even in de discussie ergens terug. Er was iemand van Spaargas Haarlem. Die gaan ook nu een enquête doen. Iemand van Warm Heeg. En die hebben, vond ik heel interessant. Hun project gaat over 1000 huizen in het dorp Heeg. En wat zij doen is het combineren van, zij gaan een analyse maken, technische analyse van de 50 huizen, van 50 huizen uit het gebied. En dan gaan ze meteen een sociale vragenlijst hebben ze erbij. Dus ze gaan de techniek bekijken, maar ze gaan huis aan huis. En dan ook meteen met de mensen praten van, even kijken van wat voor dingen er spelen in die huizen. En wat voor dingen er ook sociaal spelen. En ze zijn natuurlijk al heel ver. Ze gaan al richting een oplossing. Dus zij komen ook op het moment dat ze op een gegeven moment weer een enquête gaan doen. Om te kijken van wat zijn de grootste drempels voor mensen om wel of niet mee te doen. De zonnecoöperatie West-Friesland, die gaat ook bezig in Henkhuizen, gaat bezig met warmte. Dat is een groep van 7 mensen. En wat heel mooi is daar, is dat de ambtenaar, de duurzaamheidsambtenaar, in de groep zit. En dat helpt enorm, hebben we gehoord. En Harderwijk gaf nog aan dat de gemeente... dat participatie wel ontzettend belangrijk is. En dat we daar heel scherp en fel op moeten zijn om dat goed te doen. Dus dat was een beetje de uitkomst. Ik weet niet of iemand nog een aanvulling heeft. Zullen we dan naar de tweede groep gaan? Bij ons in de groep begonnen we in Zutphen, waar als stad van de toekomst, wijk van de toekomst, de zaken anders liggen dan over het algemeen, namelijk de gemeente kwam juist met bepaalde plannen. En die liggen op het gebied van warmtenet met afvalwater eigenlijk, daar komt het op neer. En hoe kan je dan vanuit zo'n situatie nog echt gaan peilen? De reactie van mijn kant was daar eigenlijk op. Dat is juist een hele interessante positie. Omdat je je daarbij zelf niet tegenover de wijk zet. Zo van, wij hebben plan, wat vinden jullie ervan? Maar dat je samen die wijk kan zijn. En dat je dus met... een enquête ergens tussen 2 en 3 in, hè? Als we van de modelenquêtes uitgaan, juist heel interessante gegevens kan krijgen. Uit Dongen en Voorne Putten
kregen we te horen dat daar misschien niet 1, 2, 3 enquêtes gehouden zullen worden, omdat informeren veel belangrijker werd gevonden. De mensen weten er nog zo weinig van, worden zich zo langzaam bewust van wat er nodig is. Het heeft zo'n lange adem, dat moeten we eigenlijk wel enquêteren. Er is ook enquêtemoeheid. Mensen zijn kopschuw. Dus daar werden een aantal interessante beperkingen, barrières naar voren gebracht. Toch leek me het vooral in Voorne Putten erg de moeite waard om daar model enquête 1, 2, eigenlijk 1 te houden. Want je kan toch in die gevallen echt kijken hoe de houding is ten opzichte van duurzaamheid. En dan weten ze maar niks. Maar dan weet je dat beter dan ooit en kan je daarop ageren. Dan weet je ook hoe de houding naar de buurt is. En kan je daar ook beter mee omgaan. Dat was het eigenlijk. Ja, wij hadden in onze groep enquête 1, dus dat is voor beginnende initiatieven. En wij kwamen hetzelfde tegen wat Els en Tineke ook een beetje zeggen. Dat sommige initiatieven al best wel ver zijn om een oplossing voor te dragen. Dat die eigenlijk al gekozen is zonder dat je daar de mensen in de buurt heel erg in hebt meegenomen. Dus dan zou een enquête alsnog wel een goed idee zijn om te kijken of de beoogde oplossing ook aansluit bij wat de mensen in de wijk willen. En verder hebben wij vooral ook een gesprek gehad over de sociale structuur in de wijk die je wil leren kennen en waarbij je wil aansluiten om uiteindelijk die plannen te kunnen gaan maken. En dat daar allerlei informele circuits in de wijk die misschien niet zo direct met duurzaamheid te maken hebben, maar dat je die wel kunt benutten. En dan gaat het bijvoorbeeld over de voetbalvereniging of de bridgevereniging. Maar ook de scholen hebben wij benoemd. Bij scholen kun je natuurlijk ook allerlei duurzaamheidslessen inbrengen. Maar als je contact hebt met die school, kun je via die school ook de ouders benaderen. En Yvette uit Rotterdam zei, ja, wij hebben hier ook heel veel allochtone Nederlanders. En dan zijn de kinderen van die school ook heel belangrijk om de informatie te vertalen voor de ouders. Want anders bereik je de ouders niet. Dus dat is, ja, daar kun je natuurlijk enquêteren, maar je kunt ook informatie op die manier sturen. En contacten leggen is heel belangrijk in het begin, in die eerste fase van het proces. Anderstaligen, ja, je hebt helemaal gelijk, Yvette. Anderstaligen moet ik zeggen. En soms kan je de sociale structuur, als je weet wat de sociale structuur is, en je weet dat er veel anderstaligen in de wijk wonen, ook vragen of het vertaald kan worden in die taal, hè? In het Turks of in het Arabisch of in het, nou ja. Ja, wat ik zelf nog belangrijk vond, dat in onze groep ook gezegd werd, is, maar ik ben wel benieuwd of we daar al ervaringen mee hebben, is dat je ook de ruimte moet voelen om een stap terug te doen. Hè? Dus als je vindt als initiatief dat de gemeente bijvoorbeeld te snel gaat, of een stap niet zorgvuldig genoeg heeft gedaan, dat je ook een stap terug zou moeten mogen doen. Zijn daar al ervaring mee? Verstoor je dan enorm het proces? Hè? Ik ben erg van zorgvuldig proces, maar... Ik wil er iets over zeggen wat wij in Zutphen merken. Juist omdat de gemeente dus hier in de wijk het voortouw neemt, is dat we wel richtmaat wat op de rem trappen. In de zin van, jullie hebben nog geen communicatieplan. En wie gaat nou eigenlijk communiceren over die plannen? Want het is meer jullie plan, hè, daar onze inbreng in van welke enquête past dan. En daarin dan ook wel de gemeente vraagt, ga dat eerst uitwerken? Of maak eerst die stap? Dus dat je steeds met elkaar ook over het proces nadenkt. En dan ben je wat minder degene die helemaal, zeg maar, de hak in het zand zet. Maar meer dat je gezamenlijk zo goed mogelijk het proces wilt vormgeven. En daar zijn ze dan wel ook ontvankelijk voor. En daarin speelt ook wel een heel belangrijke rol dat je ook weer die verbinding hebt met de lokale energiemaatschappij. Als die een belangrijke gesprekspartner is, wat zoveel energie is voor de gemeente, en dan
dan heb je ook impact, zeg maar. Mag ik daar even iets op aanvullen, Peter? Het is zo dat, ik heb net al gesproken over de RES, of de REX zoals wij die noemen. De RES die is afgelopen maanden is die vastgesteld, het RES-bod zoals dat heet. Hè. Daarin wordt de volledige energietransitie beschreven per RES-gebied. Het is zo dat de gemeentes zijn gevraagd om een visie te formuleren, een warmtevisie te formuleren. En in dat RES-bod staat onder andere, en ook in de afspraken staat onder andere, dat dat per 1 juli dit jaar moet gebeuren. Per 1 juli. Dat betekent dat je dan maar een 3 maanden de tijd hebt, 2,5 maanden de tijd hebt, om die RES-visie of die warmtevisie te formuleren. Het is heel kort dag. En de mensen krijgen eigenlijk veel te weinig tijd om ze überhaupt te verdiepen in, wat houdt dat voor mij in? Wat betekent dat voor mij? Wij krijgen dus, samen met de gemeente, hebben wij 3 klankbordsessies. 1 is er geweest, waarbij er voornamelijk werd gezonden, hè, van dit gaan wij doen. En er is niet geluisterd. En er is veel te weinig informatie bekend bij de mensen. Dus die mensen worden kortschuw. Dus het tijdspad is niet zo erg lang wat we mee hebben. Nog een paar maanden. En dan gaat de gemeente de warmtevisie vaststellen. En die worden we naar de overheid gestuurd. Ja, op zich hoeft dat niet te bijten. Hè? Want als je weet van die wijk is een nieuwbouwwijk. Hè, dan is het vrij logisch dat je meer aan elektrisch denkt. En die wijk is veel oude woningen, dus is het moeilijk om te isoleren. Denk je meer aan een warmtenet. Maar waar wij ons mee bezig houden, is die nadere uitwerking. Maar het is inderdaad wel een handicap. Ja, dat herken ik ook wel, dat al heel snel allerlei keuzes worden gemaakt, waardoor je alle in een soort mal zit, zeg maar. Ja, ik krijg zo'n beetje het gevoel dat de burger, de inwoners, een beetje voor de bühne mogen meedoen met het zogenaamde discussie en dat de besluiten al genomen zijn. Ja, dat is wel een concept wat ik herken, ja. Dat de gemeente al heel tevreden is als een stuk of 20, 30 mensen hebben meegedacht. Oh, dat gevoel is zeer terecht. ik denk dat dit zijn allemaal hele valide dingen. En die spanning die speelt ook bij ons. Maar ik wil graag even terug naar de enquête, het idee van de enquête. Ik denk zelf dat juist ook in dit spanningsveld, tussen de beslissing is al genomen en andere partijen maken de beslissing enzovoorts, je die enquête ook heel goed kunt gebruiken om te laten zien, inderdaad, aan de andere partijen, soms in de gemeente, wacht even, inderdaad, zo kijken bewoners hier tegenaan. Want die functie kan het ook voor een gemeente of een partij extern hebben, dat je laat zien van, hé, maar dit is niet wat 5 bewoners ervan vinden. Nee, dit is wat de wijk er breder van vindt. Misschien bij een warmheid. Even heel praktisch. We zijn weer met z'n allen bij elkaar. Wij zijn bij jullie binnengevallen, party crashers. Doe nog even wat je nodig hebt om het echt af te ronden, maar het inhoudelijke gesprek graag stopzetten. Want wij hebben ook al vervolgsessies afgesproken. Dus whatever jullie nu nog nodig hebben om het af te ronden. En dan gaan we met z'n allen verder. Er zijn eigenlijk wel een paar vragen naar boven gekomen waarvan ik denk dit is interessant om nog eens wat mee te doen. Dus dat kunnen we even over nadenken. En voor de rest zou ik iedereen aanraden om vooral contact op te nemen en een enquête aan te vragen als jullie dat willen. En dat was het even.